Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fashlab. Het kanaal waarin ik jou kan verrassen met hele toffe fashion experiences. Allereerst wens ik jullie een heel mooi en fashionable 2018. Een nieuw jaar en dat betekent natuurlijk dat er een hoop in jouw kast zo 2017 is. Dat kan natuurlijk niet meer. Maar weggooien doen we niet aan, want voor je het weet is jouw kledingstuk alweer een vintage item. Wat je natuurlijk wel kan doen is je kleding oppimpen. En sommige mensen zijn daar zo goed in, zoals dit, of deze hier, of deze. Deze is ook wel echt super vet. En vandaag word ik geholpen door Dave van Dutch Rebel Art. Hij pimpt een beetje de kleding van mensen op, hij customize kleding. En dus dacht ik bij mezelf, ik ga zijn of haar kledingkast een trend boost geven. We staan nu in Zwijndrecht, dat is de woonplaats van ons fashion victim Tessa. Dit is Tessa, 15 jaar oud, komt dus uit Zwijndrecht en haar favoriete fashion items zijn schoenen. En ik heb iets heel leuks bedacht vandaag. Hoppakee, 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 hoppakee. Omdat het natuurlijk wel een echte verrassing moet zijn, heb ik een heel leuk idee bedacht. Ik ga me namelijk vermommen als een kledinginzamelaar van hele oude kleding, de baard. Oh, ik voel me echt oud. Een hele goede middag, ik heb wat moet ik zeggen? Zij kijkt ook al van wie is dat nou weer? Oké, jongens, daar ga ik dan. Ik ben zenuwachtig. Wat zenuwachtig, jongens. Goedemiddag, ik ben Theo. Ik vraag me af of jij nog wat kleding hebt die ik misschien mee kan nemen. Okay. Even mijn ouders. Wat is dit? Misschien is deze vermomming. Oh, Milan! Misschien is deze vermomming niet helemaal goed. Of toch wel? Maar dat is Mila van Anders Next Top Model. Oké, weet je, ik ga mijn hele slechte vermomming afdoen. Ik ga je knuffel geven. Hoi. Hoe gaat het? Goed met jou. Heel goed. Wat doe je hier? Ik kom met jou iets heel leuks doen vandaag, maar dat is een verrassing. Zullen we even naar binnen gaan? We gaan naar binnen. Ik wil eigenlijk eerst een beetje naar jouw kleding gaan kijken. Is goed. Ja, mag dat? Ja. Laten we naar boven gaan. Oké, wat is het allergekste wat je in je kast hebt hangen? Kijk, het is niet echt heel erg gek, maar wel heel leuk gek. Nou, ik heb gehoord dat jij heel veel met fashion hebt. Ik loop een stage bij een modebedrijf en dan sta ik wel als model voor haar en dan plaats ik wat op Instagram. Dus wel ja, leuk. Heb je daar een foto van? Ik ben wel benieuwd. Jawel. Jongens, kijk dit. Dit is toch al helemaal blogstijl en fashionstijl. Ik heb nu al gezien dat je heel creatief bent en daar kunnen we vandaag iets mee. Oké, nu gaan we echt. Oké. Oké, Tessa, we hebben onze buikjes lekker volgegeten. Ja, en nu zijn zeker. We aangekomen hier in Amsterdam. Hier helemaal bovenin is de grote verrassing. Kom, laten we naar binnen gaan. Is goed. Hoe creatief ben jij eigenlijk? Redelijk creatief, denk ik. Nou ja, soms maak ik wel stijlsheets, want dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Ook qua interieur vind ik ook wel interessant. Oeh. Yes, daar zijn we dan. Hoi, ik ben Tessa. Ik heb eigen schoenencollectie. Dus hij is natuurlijk kunstenaar. We hebben samen gewoon gekeken of misschien kunnen we onze krachten bundelen. Mm-hmm. We kunnen misschien iets heel vets gaan maken. We hebben voor jou een hele coole leren jas meegenomen. En deze gaan we dus helemaal customizen, hoe je het zelf tof vindt. We hebben nog een verrassing, dames en heren, jongens en meisjes. Is dat ze naast deze jas ook nog een paar van Mondaine krijgt van Rogier. Die we ook gaan customizen. Ik ben benieuwd naar jouw schoenen. Ja. Oh, ze zijn wit. Dat vind ik echt heel leuk. Oké, zitten we dan. Waar hou jij eigenlijk allemaal van? Het reizen. En ik denk dat je daar misschien ook wel iets mee kunnen doen. Wereldkaart met een kompas en vliegtuigelementjes en dat soort dingen. Welkom bij de Fashlab Fashion Flits. Met deze week een trend voor het nieuwe jaar. Namelijk de oversized rugby sweater uit de jaren 80. Sportief hoef je niet te zijn voor dit shirt. En the bigger, the better. Oversized is natuurlijk sowieso helemaal in. En met dit item heb je altijd een streepje voor. Nou, dit was de Fashion Flits voor deze week. Zo is er geen trend die jij niet kent. Oké, ik heb hem erbij gepakt. Jij hebt een woord. Positivity. Moet je wel goed spellen? Oké. Eerlijk, Dave. Het is toch een goede P? Absoluut. Jullie zijn heel lekker bezig. Hebben we een beetje dorst gekregen ondertussen? Ja, toch? Zo, nou, dat is mooi. Dus jij gaat een roos tekenen. Ja, het wordt niet echt roos, het wordt een andere soort bloem. William, dit is wat ik kan, dit is wat ik koop. Waar wil je hem hebben? Zo. Zo groot? Ja. Maar ik kom zo bij jullie terug en dan heb ik een prachtige bloem hier getekend. Wil jij deze jas nou winnen? Dat kan helaas niet. Maar heb jij een andere toffe fashionvraag of wil je iets met mij doen wat fashion gerelateerd is? Laat het hier beneden in de comments weten, dan kies ik misschien jou wel uit de volgende keer. Nou, ik zou bijna zelfs nog mijn handtekening erop zetten. Ja, dat mag hoor. Toch groot. Ja. Maakt niet uit. Fijn. Goed gedaan.
Tape je mag eraf. Gravel, want ze houdt natuurlijk van reizen. En kompas, Noordwest Explore, want dat hoort natuurlijk bij het reizen. Ik vind het echt heel erg leuk en heel erg bedankt. Thanks man, sowieso. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat de mensen op straat hiervan vinden. Kleding aan, schoenen aan en dan gaan we de straat op checken wat de mensen ervan vinden. Wat vind je ervan? En ik vind de schoenen, ja. Vind ik ook heel vrolijk. Ja, goed gekeurd. Ja, heel creatief. Vind je van haar zelfgemaakte, gecustomized jas? Vet. Ja? Ja, wat vind ik van haar schoenen? Ja, zelfgemaakt. Zelfgecustomized. Leuk gedaan hoor. Het is natuurlijk winter. Ik zie al een klein vlekje op je schoen. Ja. Misschien moeten we ze bewaren tot in de zomer. Denk maar het je jas ook. Kan je wel altijd aan hebben. Maar wat vond je ervan vandaag? En we hebben echt super leuke dingen gedaan. Ik vond het super tof ook om hun te ontmoeten. Ja. Super leuk dat we naar Amsterdam zijn gegaan. Het was echt een geslaagde dag. Ik wil je super bedanken en heel veel plezier met je items. Ja, ook heel erg bedankt. En dan ga ik weer lekker naar huis. Ga ik je bedanken. Goed. Dankjewel. Zo, ik ben weer thuis en wat was dit leuk om te doen zeg. Ik wil eigenlijk ook wel wat items gepimpt hebben. Ik heb alleen geen idee welke. Ik kan namelijk niet kiezen tussen hier gewoon een leren jas of gewoon een lichte spijkerbroek. Dus help me even, laat het even weten hier in de comments en daar ga ik denk ik ook iets op pimpen. En oh ja, voor de volgende aflevering zoek ik iemand die wel heel veel met styling heeft. Dus Ben, of ken jij iemand die wel wat styling tips kan gebruiken? Of wil je er zelf wat mee doen? Laat jouw naam achter hier in de comments. En dan ga ik volgende keer met jou misschien wel op pad. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Klik op de abonneerbutton ook hier beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ciao!